weer, hoor. Ja. Ja, wat vonden we van die storm, Dennis? Voor meevallen. Het was wel echt een mannenstorm, hè? Hoop gedoe vooraf, even kort en hevig. Daarna denk je, nou, wat is dit het nou? Hij zit helemaal niet erover na. Heb je nooit een nachtje zelf gehad? Nee. Jij wel? Ja. Wat dan? Op Noorderslag in Groningen was er ruzie. Ja. Het is echt waar, ik ga het niet overdrijven of downscalen. Maar er was ruzie en ik sprong tussen beiden. Want ik denk, dit gaat escaleren. Ja. Dus alleen, ik was... Nou, zo wil ik het niet noemen, maar je hebt eigenlijk wel gelijk. Dus voor ik het wist, had ik een uitsmijter in mijn nek. Want die dacht dat ik de aanstieg was. Oh, nee. Ja. Ik had zo'n grinde, maar die had mij zo vast. Dus ik zei nog... Ik ben een BN'er. Nou, dat niet hoor. Maar ik zei, rustig aan, er gebeurt niks, joh. En toen liet hij me los. En toen kwam de politie op paard. Toen ging ik met die politie met paarden een beetje kletsen over hoe dat paard heette, hoeveel voeding die moest per dag. Ik denk, ik lul me er wel onderuit. En op een gegeven moment zei ik, nou, ik ga naar het hotel. Het was 5:30 's ochtends ook. Yeah. Toen zei die politie, nee, je bent wel aangehouden. Oh. En toen ging er de handboeien om. Yeah. Nou, toen stond ik op de grote markt in Groningen. Yeah. En toen duurde het nog een kwartier voordat een busje kwam. Dus toen gingen allemaal mensen foto's maken. Zo. Dus dat was wel een beetje irritant. Nou, toen ging ik dus met het busje mee naar het politiebureau. Dan moet je alles, hè, riem afdoen, veters af, dat soort dingen. Want ja, dan kan je jezelf verhangen. Ja. Nou, toen ging ik de cel in. En toen zat ik daar. En toen? Nou, dat heb ik dus iets te veel hele slechte gevangenisfilms gezien. Ja. Ik ging mezelf even opdrukken. Want dat doe je natuurlijk als je in de gevangenis zit. Ja. 538, waarom nou jij? Hoi, met Sven. Hey Sven. Hey, goedenavond. Zeg maar. Ik was vanmiddag met mijn dochter bij de McDonald's. En die wilde heel graag een happy. Ja! Heel goed, heel goed. En hoe kun je stemmen? En wat kun je winnen? Via de site. En welke site? Zo werkt het natuurlijk niet. Dat je dat gaat doen. Ik zei, nee, dan denk ik, ga je even helpen. Of je bent geen lastig te vallen. Jij bij ons lopen bedelen om stemmen. Ja, jullie. We hebben allemaal gestemd, ja. Ik heb even kijken, hoor. Ja, natuurlijk, ja. Hannelore kan best de moeder van Nederland worden. Ja, fabmama.nl. Fabmama. Fabulous. Wat is dat voor site, joh? Dat is een hele andere site, volgens mij. Fabmama. Even fappen. Dat doet hij dan weer niet. Jongen. Hoor, jij weet wat fappen betekent? Nee, wat dan? Fapmama.nl. 27 april is 538 Koningsdag. Fap mami. Ja, dat moet je dan ook. En jij kan de beste worden. Oké, jongens, wat een dag weer. Er komt geen einde aan dagje, maar je mag de gimpies weer laten gillen. De banden weer laten piepen. Want vrienden, kijk op de klok. Het is 5 uur, de dag voorbij. Het is 5 uur, eindelijk. Hoor niet. Het is 5 uur, iedereen blij. Koen en Sander. Het is 5 uur, je mag naar huis. Het is 5 uur, naar de vooruit. Het is 5 uur, gehaald voor de buis. Koen en Sander. En deze week zijn we op zoek naar zinnetjes die zowel goed als fout zijn bij de volgende zin. Namelijk, wat kun je tegen je blind date of tegen een kassamedewerker zeggen? Ja, bijvoorbeeld, zo, dat zijn behoorlijke bonuspunten. Ja, of... Moet ik hem in die gleuf stoppen? Ja. Of mag ik hem alvast door de gleuf halen? Ja, beter. Of laat de rest maar zitten. Ja. Er komt nog veel binnen, hoor. Ja? Bijvoorbeeld van Mike Tellekamp. Moet ik hem hier tegenaan houden? Ja. Welke ik ook nog wel mooi vond is... sorry, ik heb iets plakkerigs achtergelaten in het gangpad. Ook eentje van Jacqueline. Ik krijg nog geld van je. Ja, ja, leuk, ja. Of van Chris van de Beuken. Moet hij erop of erin? Dingen die je kunt zeggen tegen je blind date en een kassamedewerker. Wat heb jij nog, Chris? Henk? Sorry, ik heb niet kleiner. Of van Sabine, Klein Herenbrink. Geef mij die penis. Oh, mooi! Ja, goeie Sabine. Ja, die is goed bedacht. Farhad, goedenavond. Goedenavond. Ja, jij, aan jou de eer om hem af te toppen. Wat is de ultieme goed fout van vanavond? Kun jij mijn noot even wezen? Dankjewel, vader! Ik denk, we gaan die track van Kim Lian draaien. Ik denk, nou ja, weet je wat, ga ik een sigaretje roken, ga ik even naar het toilet, weet je wel. Want mensen gaan dit misschien ook niet leuk vinden. Is niet normaal wat er gebeurt. Iedereen is helemaal, wauw, wat klinkt dit lekker. Iedereen is helemaal, Emma de bom en light. Het is fucking lekker, wat een topnummertje. Ja. Kim Lian, ik hang nog aan de lijn.
Helene, jongens, hier. Helene, André vraagt zich af. Zingt ze nou, geef mij die leuter? Ja, voor jou wel. Als jij dat wil geloven. Okay, nee, geef mij die luttele seconde. Wacht, ik zie inderdaad Sander nu op KLM.nl. Ja, een paar mensen. Kan we het nog één keer doen? Wat? Meneer, we zitten als heel veel mensen. Nee, zing ze nou, geef me die leuter. Wacht even. Ja. Nee, geef mij die luttele seconde. Dat zou ik nu ook zeggen. Als jullie leuter willen horen, hoor je toch lekker leuter? Meneer, zing je het eigenlijk? In het refrein. Ja. Dat komt altijd na een minuut, heb ik geleerd. Even doorspoelen. Wat is wel beter moeten zijn. Komt-ie. Geef mij die lutte. Oh, verrek, het lijkt er echt op. Nog één keer, stil. Geef mij die lutte. Ja, het lijkt er echt op. Nou, we zitten allebei op klm.nl. Ik zou niet voor je kinderen zingen, meer.